Meneer Van de Keibus, als u in uw branche over innovatie spreekt, waaraan denkt u dan in de eerste plaats? Wel, voor mij is innovatie, heeft alles te maken met bedrijfscultuur. Ik ben heel veel met mensen bezig. En eigenlijk, dat is iets wat niet zo echt gekend of bekend is, of waar rond gewerkt wordt. Maar nu, laten we zeggen, de, alle financiële en economische ...systemen bewijzen dat ze ook kunnen falen... ...zal er in de toekomst wel meer aandacht aan besteed worden. Nu, kan u daar zelf van overtuigd zijn... ...maar die noodzaak van innovatie... ...hoe brengt u die over op uw medewerkers of medewerksters? Ja, oké. Okay. Prima. Dat is eigenlijk een hele mooie vraag... ...want ik organiseer dat middels de paperless office. Dat is ook nog zoiets waar dat al dertig jaar over gesproken wordt... ...en waar heel weinig mensen in geloven... Maar dankzij de Paperless Office en Lean Administration, dat is de weg er naartoe, ben ik in de mogelijkheid om een bedrijf in al zijn facetten te bekijken, te onderzoeken en eigenlijk ook daar de nodige chaos te creëren. Om, ja, zo is dat. Om de nodige chaos te creëren in het brein van de medewerkers zodanig dat ze eigenlijk vatbaar worden voor vernieuwing. Kan het niet voor ontreddering zorgen en waardoor u de businessdoeleinden niet bereikt? Uiteraard, maar het is gecontroleerde chaos. Het is niet uh, chaos om de chaos. Uh, het is werkelijk een gecontroleerde chaos. En we gaan met mensen en, laat ons zeggen, afdelingen gaan we werken om nieuwe ideeën uh, in te planten in de businessprocessen, in de werkprocessen van de organisatie. Dus, en u past dat op de eigen organisatie ook toe? Absoluut. Uh, uh, ik was in een vroeger leven was ik accountant. Ik had een eigen kantoor met 30 uh, medewerkers. En wij werkten sinds 2002 effectief uh, paperless. Wat zijn nu, wat men dan modieus noemt, kritische succesfactoren volgens u van innovatie? Wel, uh, de kritische succesfactoren, dat ze uh, bezig zijn met dingen die uh, uw mensen echt uh, raken, waar dat ze in betrokken zijn, waar dat ze uh, zich mee verbonden voelen. Uh, het heeft weinig zin om innovatie. Uh, aan te sturen in uw onderneming als er geen voeling voor bestaat, als de bedrijfscultuur daar niet voor beschikbaar is. Uh, dat is voor mij een van de aller, allerbelangrijkste succesfactoren. Dus innovatie vergt ook wel investering. Ja, in tijd en in uh, energie enzovoort. Absoluut, uh, het, het vraagt zeker investering, maar niet noodzakelijk uh, heel veel geld. Het kan bijzonder eenvoudig uh, verlopen, wat mij betreft. Uh, als je gaat nakijken hoe mensen vandaag. Uh, werken met uh, systemen die ze beschikbaar gesteld hebben gekregen ICT. Uh, het is heel dikwijls schrijnend uh, van vast te stellen hoe weinig dat ze er maar van gebruiken, hoe inefficiënt dat ze die uh, systemen gebruiken. En het is daarom dat ik uh, werk in feite. Ik ga mensen confronteren met hun eigen werksituatie. Uh, wat doe je hier, hoe doe je dat hier, waarom doe je dat zo? Moet je dat zo blijven doen? En heel dikwijls gaan we op hele korte termijn uh, heel grote, een veel hogere efficiëntie bereiken. Naar wie kijkt u op als model of bedrijf dat uh, wat dat betreft heel innovatief is? Wat is voor u een voorbeeld om na te volgen? Uh, ik denk dat ik de dag van vandaag nog bijna alleen sta in die aanpak. Werkelijk, in Japan of in China? Nee. Of in China? nee. ja, ja oké, okay, uiteraard. Uh, ik moet niet beweren dat ik iets uitgevonden heb. Dat zou uh, te mooi zijn. Uh, Lean uh, is ontstaan in Japan, in uh, de Toyota-fabrieken. Dat is een cultuur, een manier van denken, een manier van werken. En ik heb die overgebracht in de administratie: Lean Administration. Dus uh, welke problematiek heb ik ontdekt? Dat eigenlijk heel veel bedrijven worden puur aangestuurd op de nieuwe technologie. Die wordt binnengebracht en die is krachtig, die is sterk, die is goed. We hebben die absoluut uh, nodig. Maar wat uh, ik vaststel is dat de mensen er niet op afgesteld zijn. En eigenlijk uh, lopen zij achter op de systemen. Mijn ideaalbeeld op dit ogenblik is dat de medewerkers op de werkvloer dat zij een upgrading krijgen, zodanig dat zij terug overheersen aan de systemen.